Welkom lieve mensen bij een nieuwe aflevering van Vol Gas met Joey. In deze aflevering gaan we een scooter afvoeren. Want dat moet ook wel eens gebeuren, zeker voor een wokstatus bijvoorbeeld. Of als je überhaupt een scooter koopt en die te hard gaat en die afgevoerd worden. Deze gaan we afvoeren naar 25, dit is een snorfiets. En ze hebben een wokstatus gegeven deze scooter omdat die ik geloof 45 of 50 gaat. Ik ga hem nu even testen om te kijken hoe hard die precies gaat. En als ik weet hoe hard die gaat, denk ik ook hoe ik hem moet afvoeren. En dan zal ik jullie proberen te leren hoe je je scooter kan afvoeren. Oké, dan mensen, nou dit is de test. We gaan nu kijken hoe hard die gaat. Het is een twee takje, dus hij moet even warm worden. En hij komt al. Oké, nou de scooter gaat dus ongeveer 47, 48 denk ik als hij uitloopt. Daar heeft zijn wokstatus voor gehad. En we gaan hem nu afvoeren en ik zal je laten zien hoe we dat doen. Als hij zo hard gaat, kan er door twee dingen komen. Eén, er zit een Joyscout Chip Tuning voetpakkenpakket onder met cilinderkop. Of twee, er zit een bromfiets cilinder onder, want dat doen er heel veel dealers, maar dat is eigenlijk heel slecht voor je motorblok. Ik heb het natuurlijk gedaan, dus er zit een voetpakkenpakket onder. Die ga ik ongedaan maken en ik ga vuilring plaatsen. En dan zal die onder de 25 moeten gaan lopen. Wanneer die onder de 25 rijdt, wordt die wat betreft snelheid goedgekeurd. Maar bij een wokstatus check doe ik ook je bandenprofiel, je verlichting, je remmen enzovoort. Daar ga ik niet heel erg op inwijden nu, omdat we hebben al een keer een RDW check gedaan bij de RDW. Het gaat nu om hoe kan je hem afvoeren als je een wokstatus hebt. Dat zal ik je laten zien. Kijk dus mee. Oké, dan mensen. Nou, er zit dus een Joyscout Chip Tuning voetpakking pakket onder. Die ga ik ongedaan maken. Dat moet ook bij deze soort, anders maakt het te veel toeren. Normaal gesproken kun je je scooter ook afvoeren door middel van alleen een vuilring of misschien een propje uitlaat. Of de CD vang als de viertakt is. Maar dit is een tweetakt, dus ik moet het helaas heel anders doen dan normaal gesproken. Maar dit is wel de manier voor een tweetakt snorfiets van een Vespa. Dus super leerzaam en ook misschien wel een hele vernieuwende opvoer of ontopvoermethode. Oké, de mensen. Nou, ik heb hier wat gereedschap gepakt. Een imbusesje om de auto los te krijgen. En met een ringsteek 10 of een dopje 10. Kijk hier. Zie je dit? Oké, nou en dan hebben we hier de onderkant van de cilinder. Met moertjes 10. Dat is de origineel. En die andere doen met een steekstuit op 10. Dus deze. Zo, allebei de moertjes zijn af. Dan is nu de uitlaat helemaal los. Zo, dit is de uitlaat. En wat je zou kunnen doen als je bijvoorbeeld een Aerox hebt of iets dergelijks, is ook een prop in de uitlaat. Ik ga even kijken of ik een prop heb, dan kan je zien wat het is. Dit is een prop die je normaal gesproken in de uitlaat vindt. En we hebben ook een item gemaakt over uitlaat ontgrenzen. Daar zie je hier een link van. En dan zie je dus hoe we zo'n prop weghalen. Maar dit is een prop monteren. En wat je dan kan doen is deze zo in, diep inleggen. En dan een lastpit opgooien. En dan kan dus veel minder lucht of uitlaat gaan ze door de uitlaat heen, waardoor die nog langzamer gaat. Dus dat is een beetje verschillend. Want als hij erin valt en hij zit echt erin, dan is het heel lastig om eruit te krijgen. Oké, nou voor de cilinder loshalen moet ik nu deze koelkap loshalen. Met twee kruiskoppies. Als die er twee uit zijn, dan kun je zo de koelkap weghalen. En dan zijn we weer hier bij de cilinder. Dit is de cilinderkop. En dat verroeste is de cilinder. Dit is een verlengde ratel top 10. Die ga ik gebruiken om de kop mee los te halen. Dat kan heel makkelijk. Zo. Het is gewoon links op schroefdraad. Kijk, en dan is de cilinderkop los. Dit is een kop. En deze is ook getuned. En hoe zien we dat? Dat hij helemaal afgedraaid is. Dus die meer compressie. En dit is een originele snorfietscilinder. Niks speciaals, gewoon standaard. Maar hieronder zitten pakkingen en dat zijn deze. Dit zijn de voetpakkingen en hiermee kan je hem opvoeren. Dit is een 2 mm pakking, die haal ik eronder uit. Die ligt hier. En de enige wat ik terugplaats is de 1 mm, want dan kan die kop nog erop. Anders moet ik ook weer een standaard kop opgooien, dat hoeft niet per se. Dus we doen 1 mm pakking. Weer terug op. Want er moet wel altijd een pakking onder zitten, anders kan die gaan lekken. En dan de cilinder weer terug op. Let op de zuigveer, de stand moet altijd zo zijn, er zitten twee pitjes in. Kijk, en dat is hem. Die cilinder zit weer. Dan de kop erop. Zo. En dan nu de cilinderkopmoeren er weer op. Dus nu kan de koelkap weer op. En dat is deze. Deze zodat de cilinder koeling krijgt. Dat het via de kap dit langs gaat. Zo. De cilinder zit, de cilinderkoelkap zit. Ik ga nu heel snel het uitlaatje weer terug monteren. En als het uitlaatje terug zit, dan doen we de kaartkap eraf. En dan gaan we eventjes een vuilringetje plaatsen. En daardoor is hij afgevoerd. Wanneer was jij het niet? Ik denk dat hij van 45, 50 wat hij ging, nu zo'n 35 loopt. En het laatste beetje afvoer doen met die firing.
Oké, de mensen, dit zijn eerste test. We gaan nu even kijken hoeveel kilometer af en af is gaan na het verwijderen van de pakkingen. En ik verwacht zo'n 5 à 10 kilometer verlies. Het trekt in ieder geval veel slechter op. En het lijkt erop dat we op 35 gaan stranden ongeveer. 37. Dus je hebt er ongeveer 10 kilometer al vanaf. En zo meteen doen we de vuiring in en dan gaat die 25 of minder. En minder is goed, plus is niet goed. Nou mensen, oké, we hebben dus gezien dat met het verwijderen van de pakkingen, de scooter nu, en de kop trouwens, net de kop hadden gelaten zitten. Met het verwijderen van de pakkingen gaat de scooter nu 35 à 37 km per uur. Dus die is al 10 km vanaf. Daarbovenop ga ik nu nog een vuiring plaatsen in de vario natuurlijk. En daarmee verwacht ik dat die onder de 25 gaat lopen. Nou, dat hebben we ons doel wat betreft snelheid bereikt. Dus dat gaan we nu doen. Zoals altijd, als je een vuiring plaatst of verwijdert, moet de kuiterkap eraf. Daarvoor hoeft niet de kickstart los, hè. Hey man. Ja, jullie hoor. Dat is gewoon gejat, man. Ja, dat ding is zwaar, man. Ja? Ik zeg jullie gewoon. Rustig. Zo, de kruksmoer is los. Deze eraf. Oh, er zat zelfs al een vuiring in. Oké. Nou, daar gaan we een hele dikke bij doen. En als die dikke erbij zit, dan verwacht ik dat die 25 gaat. Oké, een hele dikke hebben we niet meer. We gebruiken gewoon een paar dubbele. Zo, dan gaan we het tip voor de vuiringen opgooien. En waarom ik dan... Kijk, want met vuiringen had ik hem ook 25 kunnen laten lopen. En dan gaat hij vet in de overtoeren. En dat is schadelijk, kan schadelijk zijn voor het blok. Dus dat doe ik niet. En daarmee heb ik precies de pakkingen verwijderd. En daarna tot slot nog de ringen geplaatst. En hiermee zal de scooter onder de 25 gaan. En ook al rijdt hij 10, dan wordt hij goedgekeurd en daar gaat het om. Aan het slingeren. 1, 2. En stukken. Tikkie, alle buikjes erin. Oké, dan. Nou, de vuiringen zitten erin. En dan is nu eigenlijk de laatste test om te kijken of je daarmee goed genoeg afgevoerd is. De methodes voor afvoeren kunnen dus zijn bij een tweetak de voetpakking verwijderen, bij dit geval dan, of cilinder vangen, prop in de uitlaat, vario ringbegrenzing. Je kan natuurlijk ook nog de carburateurbegrenzing doen op gasslag. Volgens mij controleren ze erop, dus je moet een volle vrije slag hebben. Heb je dat niet kunnen zeggen, ja maar het is heel makkelijk, dan kan je het zo. Dus dat doe ik niet. Dit waren de methodes die we kunnen doen. Wat kan je fan of doen? Jij zou een eurobegrenzing erin kunnen gooien, maar als je daarmee gepakt wordt, heb je dat gezeik weer. Dus dit was hem voor een tweetak. Voor een viertak kan je dus een CD standaard laten vangen weer terug. Vario-ringen, een carburateurbegrenzing. Dat je gasschuif niet verder omhoog kan, dan is je ook begrensd. Maar dit was hem voor de tweetak en we gaan nu kijken of het heeft geholpen. Esta, je opent de la puerta. Yes, nieuw account. Alright, persons. Hop on! Kolom 20, 21. Zal hij ook de 22 halen, mensen? Jazeker! En we hebben een 22, maar veel harder gaat hij denk ik niet. Dus we hebben ons doel bereikt. Hij gaat onder de 25. En daarmee zal hij worden goedgekeurd. Jullie doen het samen dan? Ik heb net al gedaan. Esther, hier, kom dan. Ja, ik heb net al gedaan. Helemaal niet, man. Helemaal niet, je dat, man. Oké, ik heb Esther even ingeroepen voor de afsluiter. Hier is hij. We gaan de volgende video's film afsluiten. Ja. Dit was hem. Dus zeg maar wat je wilt, zeg allemaal. Dan moeten we abonneren. Oké, wat nog meer? Onderdelen bestellen? Nee. Oh, rustig.nl? Dat wel. Ja. Delen, like. Ja, share and there. Share and there. Reageren. En denk je, om voor het kijken mensen, want dit was Esta en Joey Schaar. En daar is Jordi Morsen. Jazeker. En dit is film voor het afvoeren. Blijf kijken, blijf ons volgen en... Abonneer. Nee, harder. Abonneer. Zeg gewoon abonneren, man. Abonneren. Abonneer. Rustig. Ja, rustig. Hamburger shot. Go. Oké, dan mensen. Oh. Die saus ook gras. Thank you.